Het Nationaal Herbarium heeft de vorige week haar 70ste jaardag herdacht. Het herbarium is een onderdeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar een verzameling van gedroogde planten wordt opgeslagen. In dit onderzoeksinstituut worden ook meer dan 400 samples houtsoorten bewaard voor het 's Lands Bosbeheer. Volgens het hoofd van het Nationaal Herbarium, Dorothy Traag, leren deze gedroogde planten ons veel meer over de biodiversiteit van ons land. Ze worden dan ook door wetenschappers voor studie gebruikt. Traag zegt dat niet alleen plantjes, maar ook ander materiaal in het herbarium wordt opgeslagen. Naast de plantjes hebben we ook gedroogde vruchten die soms moeilijk zijn om op te plakken omdat ze te groot zijn. Hele tere bloemen die komen kunnen op alcohol gezet worden. En we hebben ook een houtcollectie, eigenlijk een hele grote, xylotheek noem je dat. En daar moet nog wel aandacht aan besteed worden verder, maar het is dus al een verzameling die ook heel veel waarde heeft. We hebben wat museumwaarde ook en het is ook educaten, dus studenten kunnen hier komen. Niet alleen studenten hoor, ook de docenten, de wetenschappers, als ze informatie nodig hebben over een bepaalde plant. Studenten kunnen het leren in het veld, leren hoe ze kunnen werken. Maar dat gaat dan vaak wel met de faculteit of met de school. Traag is er trots op dat het herbarium dit jubileum mocht bereiken. Volgens haar is het instituut voor Suriname misschien onbekend, maar in het buitenland zijn we wel bekend, zegt Traag. Alle herbaria over de hele wereld zijn geregistreerd en men weet welke planten waar zijn gedroogd en bewaard, zegt Traag. Voor ons 70 jaar om een instituut op die manier te onderhouden. Halverwege zijn we van het ministerie overgebracht naar de universiteit. Dat is een hele goede stap geweest. Achteraf, als ik dat zo mag beoordelen, is dat een hele goede stap geweest. Waar we heel dankbaar voor moeten zijn. Omdat veel dingen, eerlijk gezegd, binnen het overheidssysteem, die worden vernietigd. Nu... archiefzaken die worden natuurlijk wel bewaard, maar alle andere zaken die zouden ook bewaard moeten worden. En dit stukje wat bewaard is en wat een wetenschappelijke waarde heeft, is natuurlijk ook heel belangrijk. En daar mogen we trots op zijn. Ja. Aldus Dorothy Traag, hoofd van het Nationaal Herbarium, in gesprek met Sjisme Bisisser. Dit onderzoeksinstituut heeft de vorige week haar 70-jarig bestaan herdacht.